En minister Roline Samsudin van ROGB hoopt dat de goudwinnings- en houtkapproblematiek in het Bronsberggebied snel tot het verleden behoort. De bewindsvrouw zegt dat ze contact heeft gemaakt met haar collega van Natuurlijke Hulpbronnen om het gebied vrij te maken van deze activiteiten. Ze geeft aan dat het gebied wederom bewaakt zal worden. De minister van NH heeft al de mensen een andere ruimte gegeven waar ze kunnen mijnen. Dus dit gebied moet vrij blijven. We hebben al sinds vorig jaar het gebied vrijgemaakt, tenminste het ministerie van NH. Maar men blijft toch nog komen. En het probleem is, kijkt u, Suriname heeft een uitgestrekt landschap. En je kan niet overal tegelijk zijn. Dus, en u weet, de mensen, je hebt één ingang, je beperkt je tot die ingang, je zet bewaking daar. Maar men zoekt altijd de andere, weet je, om naar binnen te komen. En dat gaan we nu, als we die post kunnen bemensen, dan denk ik dat zij die unit dan daar kan opereren en dat de zaak daar in de gaten kan houden. We hopen dan hiermee die illegale goudzoekers in dat gebied tot het verleden te laten gaan behoren. OGS gaat samen met de jachtopzieners van het ministerie, van Sinasu. En ik denk dat de politie en de militairen er ook bij zullen zijn. Maar OGS heeft de leiding hierbij. De ordening goudsector. Samsudin zegt dat het gebied belangrijk is voor toeristische doeleinden en daarom behouden moet blijven. Het is jammer dat mensen dus in die drang van die goudkoorts, dat ze dan de schoonheid van onze natuur niet zien. Hè? Ook negeren de waarschuwingen die er zijn. Er is natuurlijk behoefte aan iedereen, is natuurlijk, ik begrijp dat mensen ook een stukje brood willen verdienen, maar het moet niet ten koste van alles gaan. Ook niet ten koste van de natuur, dat absoluut niet. En de mensen die daar ook een living hebben, begrijpt u? Want wij, de organisaties daar, die verdienen van die toeristische activiteiten. En dan moet je niet ten koste van alles daar kapot gaan slaan. Er is nog zoveel plek waar je kan gaan mijnen, maar Bronsberg mag niet. Maar u weet, men zegt zien doen, laat doen. En als één persoon het heeft geprobeerd, dan gaan verder nog mensen proberen. Aldus Roline Samsudin, minister van ROGB. Ze sprak over de kwestie Bronsberg, waar er goudwinnings- en houtkapactiviteiten worden ontplooid.